Yo, what's up mensen? Nieuwkeer hier en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op de Minecraft -E the Beast multiplayer serie. En vandaag is het toch eindelijk zover. Het was even een gedoe, maar de Samsung-tablet doet het weer. Dus het is vandaag tijd voor de Minecraft -E the Beast QA-episode. Ja, ja, eindelijk. Echt jongens, wat een gedoe om deze episode in elkaar te flansen. Want eerst deed mijn tablet het niet. Nou, oké, okay, die was uiteindelijk gefixt. Ik was helemaal blij en zo. En toen kwam ik op de server en dat was echt. Enorme lek gewoon. En ik was niet de enige die er last van had. Nee, echt gewoon iedereen had er last van. Maurice had er last van. Dus ik ben het afgelopen uur samen met Maurice een beetje gaan kijken wat nou eigenlijk de opties waren. Waar de lek vandaan kon komen en al dat soort dingen. En we hebben verschillende dingen gehad. Eerst dachten we van het ligt aan de mobs bij mijn huis. Want bij mijn huis zijn er echt heel veel mobs aanwezig. Toen dachten we dat het aan de Apiaries van uh, Richard lag. En nu ligt het waarschijnlijk aan de Portal Gun van uh, Maurice. Dus ik hoop dat het allemaal zo is. Ik hoop dat de lag uiteindelijk ook gefixt gaat worden. Want kijk wat nou eigenlijk het probleem is: op zich is het niet heel erg, maar het is gewoon vervelend. We hadden een beetje een delay. Dus je gaat bijvoorbeeld hier naar beneden toe. En dan duurt het gewoon soms even voor je omhoog gaat. Weet je, je gaat niet direct naar beneden en omhoog. Kijk soms dan wel. En de chest opent soms ook niet meteen. Kijk, zoals nu. Dus er was een beetje een delay. Maar dat is hopelijk nu dus gefixt. En vandaag ga ik in de episode tijdens het vragen beantwoorden, gewoon een beetje random dingen doen. Ik ga een beetje aan mijn huis werken. Ik ga een beetje Towncraft onderzoek doen. En misschien ga ik nog terug naar de Loot Age. Ik moet het even gaan bekijken. We gaan allereerst nu de vragen erbij pakken. Maar voordat ik ga beginnen met het beantwoorden van jullie vragen, wil ik wel eerst even kwijt dat ik niet helemaal 100% zeker weet of ik alle vragen kan beantwoorden. Ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk te behandelen, maar ik kan niks beloven. Er zijn echt ontzettend veel vragen binnengekomen. Heel erg bedankt daarvoor natuurlijk. En ik ga ondertussen eventjes hier mijn onderzoek afmaken. Maar met welke twee vragen ik wil gaan beginnen is eigenlijk een beetje best wel voor de hand liggend. Maar er zijn echt twee vragen die bijna op elke video wel gesteld worden. Dat is één, mag ik op de server? En twee. Ga je nog een keertje livestreamen. Nou, het is eigenlijk zo: niemand mag op deze server, behalve wij vieren. Omdat gewoon het IP-adres van Maurice zichtbaar is. En dat willen we gewoon niet. We zijn echter wel bezig om te gaan fixen, dat we ook gewoon een server voor meerdere mensen kunnen hosten. Gewoon ook echt voor subscribers en zo. Dan kunnen we waarschijnlijk wel een servertje regelen voor ongeveer 20 subscribers. En dat zou natuurlijk wel chill zijn. Waarom doet dat ding niet? Oh, wacht, dat is lek, natuurlijk. Ik dacht al. Maar we gaan dus proberen te regelen: dat we het ook echt voor elkaar kunnen krijgen. Dat we met meerdere mensen op de server kunnen gaan spelen. Met kijkers op de server kunnen gaan spelen. Maar dat heeft gewoon nog tijd nodig, omdat we nog heel veel dingen moeten gaan regelen. En die dingen hebben we nu gewoon nog niet. En echt, die lak is soms best wel irritant. Oké, okay, there we go. En de tweede vraag, ga je livestreamen? Nou, dat is eigenlijk ook een beetje een combinatie van de eerste vraag. Want mijn idee is namelijk om een server te gaan hosten voor kijkers. En op die server ook echt te gaan livestreamen. Niet dat ik er video's op ga maken, maar echt puur op gaan livestreamen. Ik ben er nu mee bezig, ik heb al een Twitch kanaal gemaakt. En ik ben gewoon nu echt aan het testen wat de beste settings zijn. En hoe ik er nou echt de mooiste kwaliteit uit kan krijgen. Dus dat wat betreft um, ja, de servers en of je kan joinen en livestreamen en al dat soort dingen. Hopelijk is het nu een beetje duidelijk. en uh, Dan gaan we nu snel verder met de echte vragen die gesteld zijn op de video's. Want we beginnen namelijk als volgt. Hoe lang speel je al Minecraft? Nou, dat is eigenlijk al best wel lang. Ik denk wel al een jaartje of vier. Want volgens mij kwam Minecraft in 2009 uit. En eigenlijk speel ik al best wel sinds dat jaar. Een beetje een halfjaartje later. Dus ik denk ongeveer rond november. Nou, nee, iets vroeger. Ik denk rond oktober 2009 dat ik ben gaan spelen. Dus ik speel inmiddels alweer vier jaar. En nou, laten we het houden op vier maanden ongeveer. Gaan we snel over naar de volgende vraag. Even kijken welke gaan we kiezen. Hier staat wel een vraag. Vraag, waarom ben je zo'n goede YouTuber? Denk ik dat er moet staan. Da dat weet ik niet. Dat hebben jullie ervan gemaakt. Want echt, ik ben gewoon, echt iedereen gewoon die op YouTube zit en veel subscribers heeft. Die heeft gewoon geluk gehad. Daar moet je gewoon op houden. Want er zijn echt honderden YouTubers, honderden Dutch commentators die Minecraft doen. En het is gewoon een beetje een kwestie van geluk hebben. En natuurlijk ook wel een beetje kwaliteit uploaden. Gewoon dat je mik aan alle kanten stort en dat soort dingen. Maar voor de rest is het echt gewoon puur luckje hebben. En ik weet niet precies waar mijn geluk vandaan kwam. Maar opeens begon mijn kanaal echt uit te barsten. Ik weet niet hoe. Gewoon van het een of op de andere dag was het in één keer: Bam. Opeens kreeg ik kijkers, veel meer kijkers, veel meer subscribers en al dat soort dingen. Ik weet niet hoe. Voor de zoveelste keer, maar het is gebeurd. En ik ben er heel erg blij mee. Maar waarom ik zo'n goede YouTuber ben, dat is echt gewoon puur door jullie. Want jullie hebben me eigenlijk gewoon gemaakt tot wie ik nu ben. Uh, hebben je vrienden een kanaal? Ja, die hebben wel een kanaal. Alleen die zijn niet echt heel erg actief. Misschien alleen Maurice. Ik zal wel gewoon even iedereen zijn channel in de beschrijving noemen. Behalve die van Richard, want die doet er echt totaal niks meer mee. En uh, Martijn die enkele keer heeft meegedaan, die mutsnerd, die uh, heeft ook al een kanaal. Die is ook al een tijdje gestopt nu, ik denk een maandje of drie dat hij gestopt is. Dus uh, ja, dat wat betreft de kanalen. En ik zie nu gewoon alweer dat dit gewoon totaal geen zin heeft om Towncraft te gaan doen. Want ik kan gewoon niet twee dingen tegelijk. Ik kan misschien best even gewoon even aan mijn kamer gaan werken. Want er was een sneak peek hier zo. Ik ga hier beneden namelijk een aantal minigames maken. En dit wordt de allereerste kamer voor de allereerste minigame. Wordt denk ik best wel een leuke minigame. Maar dan komen we gewoon op in episode 25, want dan wil ik hier aan de gang. Maar daar komen we dus later op. Even kijken. Gaan we snel door naar de volgende vraag? Uh, kun je die regenboogbril eens gebruiken? Want wat doet het eigenlijk? Oh, ik denk dat ik al weet waar het over gaat. Dat gaat over deze deze Amazing Technicolor Glasses. Die gaat in de minigames komen, waar ik het dus net over had. Ik weet nog niet precies wanneer ik deze ga toepassen. Ik denk uh, in episode 30 of 35 of zo dat ik hier een minigame mee op ga zetten. Maar dat is wat betreft Amazing Technocolor Glasses, of hoe die dingen ook heten. De volgende vraag is, heb je ook een mooi game toetsenbord en een mooie game muis? Nou, ik vind zelf dat ik best wel een chille game setup heb, zeg maar. Ik gebruik namelijk als toetsenbord de Logitech K800. Dat gebruik ik echt al heel lang, ik denk wel een jaar of 4 à 5. Ik had het toetsenbord toen aangeschaft en uiteindelijk ging hij kapot vorig jaar. En toen heb ik gewoon precies dezelfde weer opnieuw gekocht. Gewoon omdat ik er zo blij mee was, ik vind het gewoon echt een heel chill toetsenbord om te gebruiken. En als muis heb ik de Razer Mamba. Ik vind het ook echt een hele chille muis. Behalve dat er, toen ik hem aanschafte, stond er dat er, even kijken, dat hij 20 uur meeging als batterij. Gewoon buiten oplader, zeg maar. Maar als ik het eenmaal deed, was hij na 3, 4 uur al leeg. Dus dat vond ik wel een beetje jammer. Maar voor de rest vind ik het echt een hele chille muis en ben ik er ook heel tevreden mee. Quinn, had je ook wel een eerste schooldag? Nou... Dat is eigenlijk een heel moeilijk verhaal, want sommige van jullie weten al van ik doe een thuisstudie. Dat betekent gewoon dat ik thuis alles doe. Ik hoef niet naar school alleen om toetsen te maken, maar verder doe ik alles thuis. Leren doe ik thuis, opdrachten maken doe ik thuis, alles doe ik gewoon thuis. En het heeft wel gewoon een beetje zijn voor- en zijn nadelen. Het voordeel is eigenlijk gewoon dat je gewoon heel erg vrij bent in je keuzes. Dus dat je gewoon denkt van nou weet je, ik ga morgen ga ik dat doen. Dan ga ik dit doen. Als ik ergens geen zin in heb, nou dan doe ik het wel een andere keer. Dan ga ik nu iets doen. Waar ik wel zin in heb. Dus dat is wel heel chill. Dat je heel vrij bent in je keuzes. Maar aan de andere kant is het ook weer een beetje een valkuil. Want het is wel heel erg verleidelijk om te denken van nou, ik heb niet zo'n zin vandaag om aan school te werken. Ik ga lekker een video opnemen. En dan zie ik het school morgen wel weer. Maar ja, als je dat dus 365 keer per jaar doet, dan ben je een jaar verder en heb je nog niks aan school gedaan. Dus dat is wel een beetje een valkuil waar je in terecht kan komen. Maar voor de rest ben ik echt heel tevreden over een thuisstudie. Echter is het wel zo dat ik de middelbare school leuker vond dan deze thuisstudie. Alleen ik vind de thuisstudie zelf vind ik wel leuker dan toen ik echt op de hbo zat. Dus ik zweer het je gewoon, als je op de middelbare school zit, geniet gewoon van die tijd. Want ik vond het verreweg leuker dan een thuisstudie. Oké, okay, volgende vraag. Even kijken, hoe heet je vriendin, Lucy? En welke provincie woon je? Ik woon in Noord-Holland. Ik heb huisdieren, ja. Ik heb heel veel huisdieren. Waar kan ik beginnen? Ik heb allereerst buiten de tijden, heb ik heel veel vissen. Een stuk of 10 à 15 of zo. Maar daar heb ik natuurlijk niet heel veel last van. Maar binnen zijn huis heb ik drie katten: uh, Simba, Bibi en Pookie. En ik heb zes honden. Holy shit, 6. Ja, 6 honden. Dus uh, je kan je wel bedenken dat het heel veel werk is om uit te laten. Gelukkig hoef ik dat zelf niet te doen. Dat doen mijn ouders gelukkig. Dus daar ben ik wel blij mee. Want als ik de hele dag bezig was met honden uitlaten, had ik waarschijnlijk niet eens YouTube gehad. Ja, misschien had ik dan een hondenuitlaatkanaal kanaal begonnen of zo, maar meer dan dat niet. Dus uh, ja, dat wat betreft mijn huisdieren, heel veel huisdieren dus. Quint, wat moet jouw skin eigenlijk voorstellen? Nou, dat is eigenlijk best wel een lang verhaal. Het is namelijk zo: toen ik mijn YouTube carrière, zo noem ik het maar even, begon. Toen begon ik eigenlijk met Call of Duty en met Amnesia. En Amnesia is een horrorspel, misschien dat sommige jullie het wel kennen. En ik zal nu even een plaatje in de hoek plaatsen van hoe zo'n Amnesia monster eruit ziet. Nou, nu zie je denk ik wel een beetje de overeenkomst tussen dat Amnesia monster en mijn Minecraft skin. Mijn Minecraft skin is dus gewoon eigenlijk niet meer dan het monster van Amnesia. Waarom heb ik dat gedaan? Nou, dat heb ik eigenlijk gewoon gedaan om een beetje het begin van mijn YouTube carrière. Uh, te eren. Ik wil gewoon een beetje daaraan vasthouden. Ik vind het gewoon altijd al leuk. Ik heb Amnesia altijd leuk gevonden en ik vind het nog steeds leuk. En wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ben series omhoog naar beneden. Omhoog naar beneden. Even kijken. Ik ga ook even wat nuttigs doen. Dan kan ik best even in mijn kamer gaan werken. Maar dat het dus wat betreft mijn Minecraft skin. En ik ga hem ook niet veranderen. Ik hou deze skin gewoon voor altijd, denk ik. Het is gewoon een beetje de mascotte van mijn kanaal. Uh, Quinn kan je rondvliegen tijdens de QA in de Loot Age. Dat ga ik misschien zo meteen wel doen. Dat is niet zo'n slecht idee. Hoe heet die mod dat je een bed kunt worden? Dat is Morph. Ik zal het even typen, Morph, zo, Morph. En hoe je dat gebruikt is eigenlijk gewoon de twee toetsen naast je enter, dus deze toets of deze toets. Kijk, als je daarop drukt krijg je dit scherm, dan kan je gewoon scrollen en dan kan je gewoon klikken welk monster je wil worden. Dus dat wat betreft de Morph mod. Quinn, waar woon je? Nou, ik woon in Zwanenburg, een dorpje bij Amsterdam in de buurt in Noord-Holland. Hoe oud ben je? Ik ben 19. Uh, wil je een keer livestreamen of speciaal van een uur doen? Ja, ik ga dus nog livestreamen, wat ik net al zei. De volgende vraag is: heb je favoriete muziek? Nou, eigenlijk ben ik heel erg makkelijk als het gaat om muziek. Ik hou van bijna alles, behalve echt de extreme stijlen zoals klassiek en hardcore. En zo, dat vind ik allemaal niks. Maar ik hou van hardstyle, ik hou van pop, ik hou gewoon echt van radiomuziek. Je kan me eigenlijk gewoon alles voorschotelen. Daar ben ik allemaal niet zo moeilijk over. Maar als ik echt een band moet noemen die ik het beste vind, dan is dat toch wel een Simple Plan. Daar vind ik de meeste liedjes leuk van. Maar ik vind de script vind ik ook goed. Um, ik vind, uh, wat vind ik nog meer goed, Wasted Penguins. Maar dat is een hardstyle. dus Dat zullen niet heel veel mensen kennen. Uh, Brandon Hart vind ik oké. Okay. Ja, en eigenlijk ben ik heel simpel, zoals ik al zei. Dus ik heb niet echt een hele favoriete muziekstijl. Best wel uitgebreid, maar als ik een bed benoem, is het simpel plan. Uh, even kijken, wat hebben we hier nog? Hoe deed je ook weer met die Unstable Inkets? Dat kan ik ook heel snel uitleggen. Dat is namelijk zo. Daar heb je een Division Cycle voor nodig. Komen we trouwens ook nog op in dit seizoen hoor. De Vision Circle: dan krijg je deze. Dan moet je hem eerst activeren door middel van een Redstone Circle en van een Enjama Table. Een beetje op die manier. Dan krijg je uiteindelijk zo'n geactiveerde vision Circle. En daarmee kun je dan een Stable End maken door middel van een Diamond en door middel van Iron. Quinn, hoe ziet je vriendin eruit? Nou, bruin haar, uh, bruine ogen. En meer ga ik er niet over vertellen, want dat is een beetje privé. Waar is je chest die achter je aanloopt Oh, dat ding, die luggage. Ja, dat is een lang verhaal. Dat is echt een heel grappig verhaal, trouwens. Want die luggage liep eerst achter me aan. Toen was je op een gegeven moment weg. En serieus, een week later, stond hij opeens weer op mij. Uit het niets achter me. Ik dacht echt, man, wat the fuck, waar ben jij opeens vandaag getoverd? Dat is heel grappig toen. En ik ga even naar mijn bed veranderen nu. Even kijken, waar is mijn bed? Hier zo, bed, 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 hier. En als je trouwens afvraagt hoe ik aan al deze loot komt. dit komt allemaal uit de Loot Age. Dus al deze 20 poorten guns onderhand. Al deze Axe of the Streams, of Growth. Al die Tomcraft dingen komen allemaal uit de Loot Age. Dus echt ontzettend overpowered nog steeds die Loot Age, maar wel oh zo grappig. En ik ga nu even een beetje aan mijn kamer werken hier. Want ik moet hem nog helemaal uitwerken met witte blokjes, zoals je ziet. En dat gaan we natuurlijk gewoon doen door middel van de One of Equal Trade. Ik heb er expres mee gewacht dat ik zo'n grote kamer ging maken tot ik de One of Equal Trade had. Want als ik dat mijn handmatig had moeten doen, dan was het echt een hel geweest. De volgende vraag is, als ik in een age ga, dan staat er 2 minuten downloading terrain. Hoe komt dat? Dat is best wel een lastige vraag. Want het kan wel door meerdere dingen komen. Of je Minecraft wereld, kan het niet aan. Of het is een foutje in de modpack. Het kan heel veel dingen zijn. Dat is ook een beetje het probleem van Minecraft errors. Er kan een heel veel verschillende soorten dingen liggen. Wat heb je nog? Ga je nog Vita Beast Horizon toel doen? Um, ja, dat ga ik nog wel doen. Alleen na de series van deze multiplayer serie en al die dingen. Ik wil gewoon zeg maar één uh, Let's Play serie per keer doen. Daar wil ik het een beetje op houden. Kun je een keer een Minecraft account giveaway doen? Ja, dat gaat zeker nog komen. Hoe kun je zoveel tijd hebben om V2B's te spelen? Nou, op zich valt het wel reuze mee hoeveel ik speel. Ik denk dat ik een paar uurtjes per dag speel. Dat heeft denk ik iedereen, iedereen wel die tijd. Gewoon dat je drie, vier uurtjes per dag kan gamen. Ik doe het ook niet elke dag hoor. Soms zijn er ook dagen dat ik maar een uurtje of twee uur speel. Dat ik een video opneem en dat ik daarmee weer mee stop. En soms zijn er ook nog dagen dat ik een beetje aan gebouwen ga werken en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat eigenlijk wat betreft hoeveel ik Minecraft v 2 b speel. Want verder game ik ook niet heel erg meer. Weet je. Vroeger deed ik nog heel veel Call of Duty. Maar dat doe ik tegenwoordig ook niet meer. Ik speel eigenlijk alleen nog maar puur Minecraft. Wat vind je leuk in Ars Magica? Nou, eigenlijk vind ik alles wel leuk in Ars Magica. Ik vind alleen dat het sinds de update een beetje. Ja, ik weet niet. Ik vind het vervelender geworden. Want kijk, ik zal het even laten zien. Zo, de Arcane Compendium. En dan zal ik even laten zien wat ik nou eigenlijk zo irritant vind. Want in voorgaande episodes, waarin ik Ars Magica behandelde, was het heel makkelijk om gewoon alle bossen zo te vinden. Maar dat vind ik hier wat moeilijker bij, omdat je dingen moet unlocken en zo. En ik ben er nog steeds niet helemaal uit hoe het nou allemaal precies werkt. Dus vandaar dat ik de afgelopen episodes niet aan Ars Magica heb gewerkt, omdat het gewoon heel erg irritant is om te werken met deze nieuwe Arcane Compendium. Tenminste, dat vind ik. Maurice en Richard vinden een chiller, maar ik vind het echt een rot ding geworden nu. Maar daar kom ik allemaal later nog op terug. Uh, Quinn, kan je net als de minigames een facecam doen? Nou, dat heb ik al een keertje een beetje behandeld, natuurlijk. Ik ga in deze multiplayer series, omdat ik zoveel knip, geen facecam plakken. Maar ja, jullie hebben het al gezien waarschijnlijk. Op Survival Island doe ik wel met facecam. Uh, of kan je, uh, Quinn, wil je eens iemand in de server trollen? Uh, ja, misschien wel. Ik moet natuurlijk niet te voorspelbaar worden. Voor als Maurice of Richard deze video kijkt, dan weet ze al wat er gaat komen. Heb je huisdieren? Die vraag heb ik net al beantwoord. Kan ik, uh, welke headset gebruik je? Turtle Beach X12. Uh, welk schoolniveau heb je gedaan? Ik heb HAVO gedaan en doe inmiddels dus een thuisstudie bedrijfseconomie, HBO-niveau. Wil je een setup-video maken? Is de volgende vraag. En ik heb dat wel eens geprobeerd, maar ik heb gewoon nog niet echt het goede materiaal daarvoor. Om ook echt gewoon een goede setup-video te kunnen maken. Dus ik ben al een beetje aan het kijken. Kan ik een beetje een cam regelen? Die ik gewoon ook voor die live kan gebruiken. Gewoon om dingen te filmen en zo. Dat vind ik altijd wel leuk. Dus uh, dan moet ik even gaan kijken. En als ik dan eenmaal zo'n camera heb, dan zou ik wel jullie uh, er op de hoogte van stellen. En dan kan ik zo'n setup video gaan maken. Maar daar ben ik nog zeker van plan. Ga ik ook nog eens een giveaway doen. Ja. Yep. Dan dus zijn we nu aangekomen in de Lootage. En heb ik ook de andere video erbij gepakt. En ook die video is gewoon weer helemaal goed gevuld met vragen. Dus ga ik ook wel lekker mee aan de gang nu. En holy shit, wat gebeurt er? Oké. Okay. Die gaan ook vooral een beetje over de server. De eerste vraag is namelijk: kunnen we alle andere huizen ook zien? Dat ja, gaat nog zeker komen in een episode waar we gewoon een rondje langs de huizen doen. Vooral Maurice heeft echt een epic age opgezet, waarin nu een nieuwe basis aan het bouwen is. Dat is zeker een age om in de gaten te houden. Maar als hij helemaal af is, zal ik het aan jullie laten zien. Komen we allemaal later op dus. En wat was het dat je met YouTube startte? Had je een idool of iets? Um, ja, tenminste, niet echt een idool of iets. Maar wel iemand waarvan ik dacht van... ...hé, hey, eigenlijk heb ik ook wel zin om zo'n YouTube kanaal te gaan starten. Want eigenlijk begon het allemaal na een jaartje of drie, vier geleden. Toen speelde ik wel een beetje Minecraft, maar ik vond het niet echt heel erg leuk om video's te van gaan maken. En toen zat ik nog in een clan, in een Call of Duty clan, van Modern Warfare 2. Waarschijnlijk kennen veel mensen het nog wel, trickshotten. Ik was echt zo'n zo trickshotter die in een klant zat en video's maakte erover en al dat soort dingen. Het was een hele leuke tijd, maar ook vooral een hele frustrerende tijd. Omdat je gewoon echt clips moest hitten om ook echt video's te kunnen uitbrengen, weet je wel. Met commentaries is het zo van, je hebt altijd wel iets om over te commentaten. Maar met die clips was het altijd zo, de druk stond erop om een video te maken van ik moet die clips hitten. En dat vond ik uiteindelijk ook echt niet leuk meer, het was te frustrerend. En toen ben ik uiteindelijk ook gestopt met het maken van dat soort video's. En toen... Ik op YouTube eigenlijk naar, naar Engelse commentators. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij Nederlandse commentators. Ik weet niet meer precies hoe dat in elkaar stak. Maar het was in ieder geval zo. Degene die mij toen echt motiveerde en inspireerde om YouTube te gaan beginnen, die doet nu nog steeds YouTube. Dat is namelijk Patser gedrag. Die maakte op dat moment Call of Duty-video's. En ik was natuurlijk nog helemaal into Call of Duty. Ik was net uit mijn klein gestapt en ik wilde nog steeds wel Call of Duty. En. De hoge scores lukte wel, maar de tricks hielden niet meer. En toen dacht ik: van, hé, hey, laat ik ook gewoon gaan beginnen met commentaten. En Nou, zo gezegd, zo gedaan. Toen begon ik. Die eerste commentaar was trouwens niet echt heel erg hoogstaand of iets. Dus je moet je niet al veel van verwachten. Maar patserig gedrag maakte op dat moment dus Call of Duty commentaries en ook nog FIFA commentaries. En ik heb FIFA altijd echt al een, een vette game gevonden. Gewoon heel erg leuk om met vrienden te doen. Dus eigenlijk was dat toen voor mij echt de perfecte dus commentator. Gewoon en Call of Duty en FIFA Street op dat moment. Vond ik heel erg leuk om te kijken en dat is eigenlijk mijn inspiratie geweest om ook zelf te beginnen. In het begin begon ik dus echt met Call of Duty commentaries en met Amnesia commentaries. En uiteindelijk ben ik echt pas vorig jaar. Beetje rond, nou laten we zeggen, februari begonnen met Feed the Beast. Want Feed the Beast speel ik eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang. Ik denk dat ik Feed the Beast nu ongeveer, nou laten we zeggen, anderhalf jaar speel of zo. Ja, zoiets. Volgende vraag is: Ga je ooit nog een keertje tacken doen? Nou, ik denk het haast niet. Maar ik ga niet zeggen dat ik iets niet ga doen. Want ik weet het nooit zeker. Wellicht dat het in de toekomst nog komt. Maar voor nu hou ik het gewoon bij Feed the Beast. Met wat neem je op? Met fraps. Ik uh, weet eigenlijk niet precies met welke versie, maar het maakt ook echt niet heel erg uit met welke versie je recordt. In ieder geval met Fraps. Ga je ooit nog eens multiplayer server stream doen met alle jongens? Nou, ik denk het wel. Ik durf niet met 100% zekerheid te zeggen. Ik ben op dit moment dus bezig om de stream echt naar optimale kwaliteit te krijgen. En dan zal ik uiteindelijk wel gaan beginnen met het streamen. Maar dat stream is vooral bedoeld voor de server die er dus aan zit te komen: dat er meerdere mensen op kunnen, dat er kijkers op kunnen en al dat soort dingen. Daar zal ik vooral mee gaan livestreamen. Hier staat nog: heeft het zin als je minder tubes in je soldering aan doet? Oké, okay, dat gaat over die rubber tree farm die ik een paar episodes geleden heb gemaakt. Nou, eigenlijk is het zo: elke tube staat voor een kant van de farm. Dus ik zeg maar wat: je gebruikt twee tubes, dan worden twee kanten van de farm worden verzorgd, maar de andere twee kanten niet. Dus wil je echt dat je hele farm geoost gaat worden, aan alle kanten de trees dus geoost gaan worden van rubber, dan moet je per se die vier tubes gebruiken. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Kan ik een keer met je Skype? Nou, ik ben niet zo erg vrijgevend met het weggeven van mijn Skype. Gewoon omdat er allemaal foute dingen mee kunnen gaan gebeuren. Dus ik ga op dit moment nog niet mijn Skype weggeven. Wat vind je heel cool aan Towncraft en Ars Magica? Nou, eigenlijk is. Tomcraft altijd al mijn favoriete mod geweest van v 2 Beast. Tomcraft 3 vond ik al helemaal geweldig. En sinds de update van Tomcraft vind ik het echt gewoon nog beter geworden dan het al was. Ik vind het alleen op een gegeven moment wel een beetje saai worden, al research op dezelfde manier. Maar als je het gewoon in delen doet, gewoon weet je, de ene dag wat en de andere dag wat. Dan is het gewoon goed te doen. En verder vind ik alle praktische dingen van Tomcraft en Ars Magic gewoon echt awesome. Ars Magic kan met al die bosses, vind ik echt geweldig. En Tomcraft gewoon het altar ziet er gewoon echt ziek uit. Ik vind het gewoon altijd heel erg leuk om te doen, die magische mods. Even kijken, waarom ben je begonnen met YouTube? Ja, zoals ik net al zei, een beetje inspiratie. En ik begon echt met YouTube als trickshot. En waarom was dat zo? Nou, ik keek toen heel veel Face en zo. En ik was toen denk ik een jaartje of nou, laten we zeggen, 15. En dan ben je gewoon echt op een leeftijd dat je gewoon echt dingen wilt, weet je wel. Dan zie je een filmpje en je denkt van, oh dat wil ik ook. En dat was eigenlijk een beetje mijn motivatie, de Face-filmpjes. En gewoon de lol die ik met vrienden had om die clips te gaan maken en al dat soort dingen. Maar uiteindelijk hield die lol dus op. En dat is dus de reden waarom ik echt gestopt ben met het maken van trickshot-video's. Gaan we snel over naar de volgende vraag. Quinn, ik heb een vraag voor de QA. Hoe ben je met je vrienden vrienden geworden? Hé, hey, kijk, word gun. Nice. Oké, okay. nou eigenlijk is het heel simpel. Uh, ik zat eerst op VWO, dat is het hoogst niveau wat middelbare school betreft. Maar in de vierde kreeg ik heel veel last van chronische hoofdpijn. Dat wil zeggen dat ik constant hoofdpijn had, dat het niet wegging. Ik liep gewoon 24/7 met hoofdpijn. En ik wist niet waardoor het kwam. Ik ben naar de dokter geweest. Ik heb echt zeven buizen met bloed laten prikken. Overal op onderzocht, maar ze konden maar niks vinden. Nou, hele schooljaar natuurlijk naar de kloten, dat snap je wel, want ik ging altijd niet de school door de hoofdpijn. Dus toen dacht ik van, ik doe gewoon een stapje terug naar HAVO. En op dat moment zat mijn vriendin al gewoon op die school. Ik moest van school wisselen namelijk. En mijn vriendin zat daar al. En in het begin waren we nu echt hele goede vrienden. En uiteindelijk gewoon een beetje gedurende het schooljaar, een beetje twee maanden toen ik in het schooljaar zat, toen begonnen we een beetje met elkaar in contact te komen. We hadden heel veel plezier samen en dat soort dingen. Dus zijn we eigenlijk gewoon naar elkaar teruggegroeid. Klinkt heel raar, maar we zijn echt gewoon naar elkaar toe gegroeid En voordat ik het wist had ik eigenlijk een relatie. En dat heb ik nu nog steeds na twee jaar. En daar ben ik ook gewoon nog steeds heel erg blij mee. En het gaat nu gewoon weer goed. Een paar weken geleden ging het eventjes iets minder. Maar nu gaat het gewoon weer helemaal goed. Dus daar ben ik ook erg blij mee. En dan gaan we nu over naar de volgende vraag. De volgende vraag is, hoe til je dieren op met je porgun? Dat is heel simpel, je pakt gewoon je poortgun. En vervolgens richt je je op je dier, of op het monster. Je doet G, en dan zal je hem in de lucht tillen. Dan gaan we lekker vliegen samen, en dan denkt hij dat hij mag gaat killen. Maar... Nope. loop. En dan valt hij naar beneden toe. Hé, we hebben de vakjes nou. Holy shit. <laughs> dat is echt nog steeds lekker, jongens, dat is echt een beetje jammer. Maar ja, dus met de knop G. Uh, kijk, maak een intro. Ja, daar zat ik op zich ook nog over na te denken. Maar ik was nou echt heel erg fan van intro's. Ga je ook nog eens een Twitter-account maken voor je fans en subs? Nou, ik heb echt al een paar maanden geleden heb ik een keertje Twitter gemaakt, maar eigenlijk heb ik dat nooit vermeld. Dus ik zal nu even in de beschrijving een linkje laten naar mijn Twitter. Ik heb hem ook nog niet gebruikt, maar als jullie dat willen, als jullie dat makkelijker vinden, wil ik wel gebruik gaan maken van Twitter. De link is namelijk als volgt: www.twitter.com slash queengames. Link staat in de beschrijving. En dan moeten jullie me maar volgen als jullie misschien nog updates willen of iets. Want dan kan ik wel op Twitter zetten wanneer ik upload. Of als ik een keertje niet upload. Al dat soort dingen. Want dat doe ik nu eigenlijk alleen maar onder mijn video's. Maar als jullie het makkelijker vinden met Twitter, moeten jullie het maar even in de comments zeggen. De volgende vraag is als volgt: Hoe ben je op het idee gekomen om VTB's filmpjes te gaan maken? Nou, ik maakte dus allereerst Call of Duty filmpjes. Daar was ik een beetje klaar mee. En toen gamede ik eigenlijk heel weinig. En toen kwamen Richard en Martijn aan van. Hé, hey, we spelen VTB's, doe je mee? Nou, eerst dacht ik van, fuck dat. Dan moet ik weer allemaal nieuwe dingen gaan leren, weer leren hoe het werkt en al dat soort dingen. heb ik helemaal geen zin in. Maar ik ben blij dat ik het uiteindelijk toch heb toegegeven en ben gaan leren hoe je VTB's moet spelen. Heeft Richard me in het begin echt mee geholpen? En toen was ik echt verslaafd. En toen ben ik nou, ik denk een paar maandjes later ben ik begonnen met VTB's video's maken. Waarom ik dat precies deed, geen idee. Ik wilde mijn YouTube-kanaal gewoon nieuw leven inblazen. En uiteindelijk ben ik gewoon daarmee ook echt gegroeid. Dus ik ben blij dat ik VTB's heb gespeeld, dat ik dat heb geleerd van Richard en dat ik het ook echt heel erg leuk vond om te doen. Dus uh, eigenlijk ben ik zo begonnen. Kun je in VT Beast ook energy condensers maken? Nee, dat is echt iets van. Tag it! Uh, even kijken, Quinn, jij hebt een modpack gemaakt. Ik wil er ook een maken, maar ik kan de binmap niet vinden. En Forge en Modloader doen het niet samen met mij. Kun je er een keer een modpack-tutorial van maken? Ja, dat ga ik zeker doen. Ik ga eerst wel een modpack-tutorial maken. Ik zal het proberen binnen nou, deze maand nog te doen. Dus zul je hem wel verschijnen. Quinn, hoe was je oud en nieuw? Ja, eigenlijk wel oké. Okay. Het was uh, niet heel veel bijzonders. Ik was gewoon gezellig met mijn vrienden in samen. En verder hebben we gewoon. Ja, een beetje naar het vuurwerk gekeken. En uh, gecourmet, dat is denk ik gewoon best wel duidelijk allemaal, best wel standaard. Maar het was gewoon heel gezellig en dat is denk ik het belangrijkste. Ik steek zelf nooit vuurwerk af, dus uh, dat vind ik zonde voor mijn geld. Dus daar hoef ik ook niet over te vertellen. Volgende vraag is, hoe kan het dat ik geen VTB's kan downloaden? Er staat steeds dat mijn naam en wachtwoord fout is. Ik heb al vier accounts aangemaakt, of vijf accounts aangemaakt. Je moet wel een premium account hebben op normaal Minecraft. Als je dat niet hebt, dan zal het niet werken om VTB's te downloaden. En meer zou ik er echt niet over weten. Je moet gewoon echt je Minecraft, gewoon echt je normale Minecraft premium account, wachtwoord en inlognaam moet je invullen. Dan zal die pas gaan doen. Deze vraag vind ik ook wel grappig. Hoeveel abonnees verwacht je te hebben over zo'n twee jaar? Nou, dat is echt heel erg moeilijk te zeggen. Omdat als je mij een jaar het geleden gevraagd. Hoeveel abonnees ik nu zou hebben, zou ik denk ik niet zo snel 1500 zeggen. Omdat mijn account pas is gaan groeien bij het V2B Series. Maar als je me nu zou vragen hoeveel subs ik over twee jaar zou willen hebben. Ja, toch wel tussen de 10 en de 20k hoop ik te hebben. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Misschien is het te hoog gegrepen, maar dat moeten we maar gewoon gaan zien. Even kijken, wat hebben we hier nog allemaal? Quinn, welk opnameprogramma gebruik je? Uh, Fraps dus, en ik bewerk het met Sony Vegas Pro 11. Microfoon gebruik ik gewoon mijn headset, dus mijn Turtle Beach X12. En dat waren de vragen van deze episode wel zo'n beetje. Heel erg bedankt voor het insturen. En ik hoop dat ik iedereen's vraag goed en duidelijk beantwoord heb. En dat er nu weer heel veel dingen gewoon wat duidelijker zijn voor jullie. Even kijken, wat heb ik hier nog allemaal in de pocket. Helemaal niks eigenlijk. En ik ben gewoon echt achtergekomen dat dit gewoon het pure bewijs is dat mannen geen twee dingen tegelijk kunnen doen. Ik kan gewoon niet vragen beantwoorden. En Minecraft tegelijk. Dat gaat hem gewoon niet worden. Maar goed, ik hoop dat jullie gewoon blij zijn met de antwoorden op jullie vragen. En uh, ja, dan zijn we morgen gewoon weer terug met een echt een goede VTB's episode. Want vandaag was het een beetje, misschien een beetje rommelig wat VTB's betreft. Maar het ging gewoon vandaag puur om de vragen. Morgen zijn we dus weer terug. Ik hoop met VTB's. Want ik moet even kijken hoe ik het ga aanpakken nu. Ik hoop dat de lek gewoon gefixt gaat worden voor morgen. Want ik vind het echt enorm irritant. Dat ik steeds een paar seconden delay heb. Want kijk, je ziet het hier gewoon nog steeds heel duidelijk. Kijk, ik ga naar beneden toe. Ik, ik open de chest. En het duurt gewoon een paar seconden voordat die opent. Heel erg jammer dus. Maar het gaat hopelijk gewoon gefixt worden. Oké, okay, maar dan bedank jullie voor het kijken naar deze episode. Hopelijk hebben jullie genoten van de QA. Willen jullie dit nog vaker doen, aan deze video zeker weer een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer terug met meer VTBeast Multiplayer Serie. Peace, jongens.